Beste mensen, want het doet over dat jullie kijken weer bij deze nieuwe video. Jullie vinden het ook een beetje aan mij, ik ben ook een beetje net wakker. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan ons nu klaarmaken, terwijl ik nu te gaan douchen. Eventjes kort. Ik ga denk ik alleen gewoon even mijn haar gewoon iets beter doen. Maar voor de rest denk ik niet echt dat ik mag gaan douchen. Dat ga ik denk ik vanavond doen. We moeten voor de boottocht, want we gaan vandaag naar de boottocht doen. Moeten we goede schoenen aandoen, dus ik ga straks shirt aandoen, broek aandoen, dunne sokken en gewoon schoenen. En neem ik gewoon slippers mee, voor het geval dat. Doe ik eerst uiteraard een zwembroek onder mijn broek aan. De vlog heb ik van gisteren, dat heb ik ook nu bewerkt. Het is nog steeds knap lastig om elke keer op tijd de vlog te uploaden, maar ik probeer het wel elke keer. Maar als jullie zeg maar nog eigenlijk de informatie, meer informatie willen hebben elke keer, ga ik op Snapchat, ga ik dan zeggen okay, dat de vlog het later online is. Dus als je me nog niet volgt op Snapchat. Kees, Emilio, laatste heb je JTF. Ik zet het ook even in beeld en in de beschrijving. Maar in ieder geval ga ik me nu klaarmaken, dus ik zie jullie wel als ik bij het ontbijt ben. Yes, en nu bij het ontbijt met een eitje, met een broodje erbij, met een paar worstjes erbij. Het was een heerlijk ontbijt, alleen we moesten wel haasten, want we moesten wel de transfer moesten we pakken. Maar geniet van de beelden. Yes, daar ben ik weer. Ja, het was een super gezellige boottocht die we hebben gehad. De video die is, zoals jullie zien, wel wat korter dan, dan ik zou graag willen. Maar daar heb ik zelf voor gekozen, omdat anders de video veel te lang was. Dus een beetje. Maar voor de rest hebben we gewoon heel erg genoten van de boottocht. We hebben redelijk, net 3 eilanden hebben we bezocht. Dus dat was allemaal gewoon uitgelegd. In het begin vond ik het zelf dat het veel te langzaam ging. Omdat ik niet het indruk kreeg van dat duurt wel heel lang voordat we naar de Kalimnos eiland toe gingen. Als ik het zo goed uitspreek, ja. Ik vond daar niet echt bepaald echt een interactie in zitten. Maar uiteindelijk was het eigenlijk best wel leuk. Ja, als je me vroeg van na een uur van hoe het ging, zei ik, het gaat wel heel erg slecht. Maar als je na afloop vraagt hoe het ging, dan zei ik eigenlijk nog best wel gewoon leuk. Want ik heb zelf naast de boot gezwommen. Daar zien jullie helaas dan geen beelden van. Dat was te slecht daarvan. Ik heb wel op het strand gewoon gefilmd met de actioncam. Dus daar zien jullie daar wel geen beelden van. En we hebben heel veel lol gehad. De helft van alle Nederlanders. Ik bedoel, de helft van alle mensen die daar op de boot zaten waren Nederlanders. Even mezelf corrigeren. En we hadden ook een Grieks eten gehad. Daar zien jullie daar ook straks bepaalde foto's van. Maar geniet van. Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo. That's right. I will not love you. We zijn hier nu op een Griekse eiland. Ik weet het nou niet precies, anders staat het in beeld. Maar hoe vind jij het tot nu toe, Twan? Ja, ik vind het wel leuk. Gelukkig, ik vind het zelf ook leuk. Althans, de heenreis vond ik even wat minder, omdat ik minder energie had. Maar voor de rest was het wel gewoon leuk. Maar we gaan nu even naar het strand toe. Ja. We zijn nu al zo goed als. En dan, we kunnen tot. Tot tien over half. Tien over half kunnen we er zijn. Precies. Dan moeten we terug bij de boot zijn. Yes. Gaan we verder weg. Yes, maar we gaan nu eventjes de zee in. Ja.
growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'ma make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. We zijn weer terug aan het lopen naar het hotel toe. Nou ja, daar zijn we eigenlijk al goed of bijna. Dan zien we jullie bij het hotelkamer. Dus ik ben weer terug, of in ieder geval, we zijn weer terug in de hotelkamer. Sorry dat de vlog van gisteren wat later online is gekomen dan dat jullie gewend zijn. Maar dat is wat ik ook zei in de vlog van gisteren. Van dat ik alles qua updates
via mijn socials doe. Dus als je me nog niet hebt gevolgd op Snapchat, in mijn laagstripje JCF staat in beeld. Dus volg me dan ook even. In de deur staat hij. Het is open. Maar ik heb gewoon honger. We gaan pas over een uur ongeveer, pas, over anderhalf uur pas eten. Dus snoepje en chipje maakt dan ook in principe niet uit. Ik ga dus nu bezig met de vlog uploaden. Nou, hij is ook klaar. Ik moet dat nog even bewerken. Dan ga ik hem online pleuren en dan is dat weer geregeld. Dus we zien jullie als wij bij het eten zijn. Yes, nou, dit is het een beetje. Dit is mijn tweede potje. Yes, beste mensen. Ik film helaas niet even met mijn camera die ik hier heb. Ik heb wel een outro gemaakt op deze dag, maar dat duurt me nu zo lang om nog te gaan uploaden en dan ook nog te gaan werken. Dus ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik heb een hartstikke leuke dag gehad. Ik hoop dat jullie ook ontzettend hebben genoten van deze wat langere video, maar ook wel een leuke video. En inderdaad, ik heb ook gewoon lekker net gegeten zoals jullie net aan de twee korte video's zagen. Dus ik ga inderdaad hierbij ook zo voor de tweede keer de vlog afsluiten. Dus hopelijk vond je deze video top. Vergeet een dikke duim op te abonneren natuurlijk hier. En dan hopelijk zeg ik jou morgen weer om 4:30, maar ik kan het niet garanderen. Dus morgen weer terug bij een nieuwe video. En zeg zoals altijd, laat.